Was je fan van de Power Rangers vroeger? Ja, maar zie, ik ga even iets uitleggen. Zie, okay. Je hebt soms de Power Rangers op het einde, die moesten altijd zo de Megazord fixen, zo, hè, om te vechten tegen de bad guys. En af en toe, om variatie, dan maakten ze in plaats van een Megazord een groot wapen. Ja. Okay, dus iedereen wilde de rode, die had een zwaard, de blauwe, die had zo van die mesjes. Iedereen had zo'n dingen. Maar de zwarte, die had een bijl. En die bijl, die was de basis van dat wapen. Dat was eigenlijk de gun. Ja. En wanneer al die wapens op elkaar zijn, dan zouden we toch wel denken, wel, het is de zwarte Power Ranger die met de grote gun mag shooten. Ja, hè? Ja. En nee, dat was de rode. Ja. De rode die daarmee speelde. Ja. De rode blanke. En niet de zwarte... Racisme bij ja, dus Power ik had zoiets Rangers. Van... Latent racisme in de Power Rangers. Ja, voilà, dat is bullshit. Snap je? Ik voel een soort intellectuele column van Abu Jaja aan. Over de Power Rangers. Maar kijk, om het goed te maken, hebben wij speciaal voor jou een action figure gemaakt.